Het Groningse plaatsje Winsum herdacht op feestelijke wijze zijn 900-jarig bestaan. In het op vele plaatsen nog zeer schilderachtige dorpje is in de loop van die 9 eeuwen veel veranderd. Maar de gehechtheid aan het paard is blijven bestaan. Het doet op vele boerderijen nog altijd trouwdienst. En het had ook een groot aandeel in het feestprogramma, waarin onder meer een landelijk concours hippiek was opgenomen. Sierlijke tweespannen tuigpaarden herinnerden aan vervlogen dagen. Groot was de deelneming aan het springtoernooi, dat door de hoogte van de hindernissen van ruiter en paard veel inspanning eiste. Een aardig intermezzo was het optreden van een voltigegroep uit Enno Ludwigskroden in de Duitse provincie Oost-Friesland. Trok dit paardenfeest reeds veel belangstelling. Veel groter nog was de toeloop naar het voetbalveld van Winsum, waar de clubs uit de eredivisie, PSV en Amsterdam, een wedstrijd speelden waarvoor men echt even ging zitten. In het PSV-elftal bezette de Engelsman Trevor Ford de middenvoorplaats en hij scoorde 3 doelpunten. In een snelle wedstrijd wonnen de Eindhovenaren ten slotte met 5-3. Het was voetbal zoals Winsum in geen 900 jaar gezien had.